Good morning. Wij gaan lekker naar Amsterdam. Want Nesmi heeft daar een paar afspraakjes en ik ga lekker mee. We gaan snel lopen naar de garage. Ik heb vandaag met Jack aan van Concat Fashion een shirtje van LA Sisters. En ik heb hem in maat S. Hij valt best wel groot zoals je ziet. En mijn fans. And that's it. Wij zitten nu lekker in de auto. En wij gaan nu richting Amsterdam. Ik heb lekker cappuccino gehaald voor mezelf. En normaal gesproken doe ik het altijd met hazelnootsmaak. Maar ik ben nu echt goed bezig. Dus ik heb echt alleen maar cappuccino gehaald. Zonder suiker, zonder smaak, zonder niks. Dus ik ben super trots op mezelf. Ik ben echt goed bezig, jongens. Ik heb in de ochtend ook nog gesport. Dus ja, ik ben wel goed bezig. Genes? Ja. Niet? Vanavond ga je weer toch? Ja, ik ga vanavond gewoon weer sporten. Dus het gaat echt goed. En ik moet het een keer gewoon echt volhouden om iets gezonder te gaan eten. En niet per se alleen maar om gelijk af te vallen, maar ook gewoon om mijn levensstijl een keer aan te passen. Want ik ben zo ongezond bezig, terwijl ik eigenlijk niet eens meer zo jong ben. Ik denk soms echt dat ik nog 18 ben, maar ik ben fucking 26. Dus ik moet echt iets aan mijn levensstijl doen. En dat een beetje. Ik ga nu lekker genieten van de cappuccino. En dan gaan we naar onze afspraak. En wil je nog chillen in Amsterdam trouwens daarna, Nes? Ik wil wat eten. Bij de meer al volgens mij, Nes. Ja. Dus dat een beetje. Ik zag dat iemand een reactie had geplaatst van dat ik te veel in de auto vlog. En dat klopt ook, maar we zitten best wel lang in de auto altijd. En dan gebruik ik die tijd ook om te vloggen. En in de auto kan ik ook gewoon rustig praten. En dat vind ik gewoon prettig. Wij zitten nu, hoe lang zitten we nu in de auto? Een uur, anderhalf uur of zo naar Amsterdam? Oké, ik ben nu aan het wachten in de auto. En Esme heeft nu een meeting. En ik wou liever wachten in de auto, want dat vind ik gewoon prettiger. Waar ik het net zeg maar over had, dat ik zeg maar best wel veel vlog in de auto. Dat ik eigenlijk heel veel tijd heb om in de auto te vloggen. Ik bedoel, we hebben nu ook een uurtje of zo gedaan om hier te komen. Ja, en die uurtje kan ik gewoon goed benutten voor mijn vlog. En dan kan ik ook gewoon dingen vertellen. Weet je, als ik ergens loop of zo, dan is het moeilijker om echt wat te vertellen. Dan kan ik wel kort filmen en ik ben hier. Dus dat blijf ik wel gewoon doen. Ik vind het juist wel leuke shots altijd. Maar dus dat een beetje. Oké, Nessie is nu klaar met zijn gesprek. Hij heeft nieuwe kleren gekregen en een pet en alles. En we zijn nu onderweg naar Meram. Maar ik moet echt zo nodig pissen. Ik zat een uur in de auto en ik moest al een uur lang gewoon heel nodig aan de wc. Dus ik ga helemaal dood. Je had me opgesloten in de auto. 20 minuten. Je had me opgesloten in de auto. Dat is niet waar. Je wou zelf niet meegaan. Ik moet echt plassen. Dus de eerste tankstation ga ik eruit en ga ik pissen voor vaderland. Even jou. Ik mag jou niet. Mag je vandaag ook niet. Hoi. Ik weet niet, wij zijn nu bij Meram in Amsterdam. Buiten is ook wel leuk, maar is het niet een beetje koud? Ja, dat is wel koud. Van binnen toch? Ja, ik moet alleen even naar het toilet, Nes. Oké, ik ga dit nemen. Zoals in Turkije. En Nessie neemt mixed grill. Neem je mixed grill of Adana? Mixed grill. En dan lekker Ayran erbij, want ik mag geen prik meer. Kijk hoe schattig. Kwak. Ja, Meram is hier gewoon letterlijk aan het water. Twee Ayran krijgen. Ja, dankjewel. Is het echt lekker, Nessie? Oh, ik heb het zo verongen. Ja. Lekker hoor. Oh, wij zijn een meeting aan het houden over plannen. Is lekker. Echt lekker. Yes, dankjewel man. Ayran met je erbij. Ik heb echt goed gegeten. En dit doe ik echt expres, want ik voelde gewoon van ik zit vol. Normaal gesproken eet ik door. Maar nu denk ik gewoon van stop gewoon op het juiste moment. Dus super. En ik heb nog een Ayran besteld. En nu lekker aan de thee. We hebben lekker papa gekregen van Meram, dankjewel. Alleen ik ben eigenlijk een beetje gezond bezig. Jij wilde gewoon één eten uit respect? Ja. Toch? Ja. Ik kan niet disrespect maken. Ja, oké, één per persoon. Trouwens, ik wou nog wat zeggen. Ik was van plan om zeg maar een 30 day challenge te doen. En het houdt in dat ik dan 30 dagen ga vloggen. Dus 30 dagen lang elke dag vloggen. Oh, de? Vinden jullie dat leuk? Ik weet niet, het is gewoon een challenge. Ik vind het wel leuk. Ik wil iets uitproberen. Ik denk dat ik het volhoud 30 dagen lang. Is het moeilijk toch? Weet ik niet. Ja, ik weet niet. Ja, ik zou het wel moeilijk vinden. Ik heb soms ook echt niks te doen, hè. Ja, daarom. Maar ja, als jullie het leuk vinden, laat een comment achter. Dan ga ik
de 30 dagen. Elke dag een vlog. Oh, hoppa. De nieuwe challenge. By Miriam. Ja. Heb ik zelf verzonnen toevallig. En wie daag je uit? Niemand. Ik daag mezelf uit. Dat is het belangrijkste. Oh ja, ik ga misschien wel iemand anders nomineren hierna. Dat lijkt me wel grappig. 30 dagen je leven vloggen. Ja. Dat is grappig. Dus comment hieronder als je het leuk vindt. En anders blijft er gewoon elke keer vlogs komen. Als ik wat te doen heb. Ik ben op zoek naar het nieuws en ik kom op het nieuws, maar heb schijt aan die views. Jongens, ik ben voor het eerst weer naar de car wash. Oh, dat is wel spannend hoor. Jezus, dat is fucking eng. Zal ik een raam op doen? Nee, doe normaal, doe normaal. Oh mijn god, ik wil hier echt weg. Oh, ik vind het best wel eng. Avond. En wij gaan lekker op double date met Esme en Joshua. We gaan even wat leuks doen. We weten nog niet wat, dus we rijden er nu heen. En dan kijken we wel. En ik neem jullie mee vandaag. Doei! Doei. Oh, dat boy. Daar vind ik een maag bijna dat ze in de nacht. La, dan ga je ze weer filmen. Die moet weer zijn auto schoonmaken, maar we mensen moeten ophalen. Want er komen nooit eigenlijk mensen in onze auto, want wij... Jouw sokken liggen daar. Ja, mijn sokken, allemaal lege flessen en zo. Dus Nessie moet weer zo zijn auto schoonmaken. Ze gaat eerst naar de tank om alles weg te gooien. Dus ja, dat een beetje. Ik wil precies twee glazen, met mij mee. Waarom ik ben zo zalig. We zijn nu met Esme en Joshua in de stad. We gaan... Ja, waar gaan we naartoe, Nes? Maak even een keuze. Kies nu. Shisha Lounge of Sky Lounge? Waar ga je eigenlijk heen? Ik ben gewoon aan het rijden, maar ik weet niet. Ik wil gewoon chillen. Oké. Okay. Muziek luisteren, chillen. Oké, wij gaan dus lekker naar een Sky Lounge. En dat is de planning voor nu. Dus. Doei. Wij zijn gewoon weer bij Meram, hè? Ronde 2. We zijn nog gewoon voor de eerste keer. Oh, het ziet er wel echt goed uit, man. Gooi broer, gooi. Gooi broer. Gewoon voor iedereen, man. Lekker, man, dankjewel. Heb je best gedaan, weer, bro. Dankjewel, man. Het ziet er wel echt goed uit, zo. Special effect. Oh. Ik heb wel thee nodig. Nee, dat is maar totdat je eet, ga je eerst even foto's. Ja, echt een hele. Weer een theetje. Onze fruit is alweer op bijna. In 5 minuten. Nou, minder hoor. 2 minuten. Oh. Ah, zet zeker. Kom in pitten, man. Oh. Zo. Ah, ben je maar bang, man. Oké. Het blijkt dus dat ze om 1 uur gaan sluiten. En wij dachten tot 3 uur. Dus we zaten daar gewoon. En nu is alles gewoon afgesloten. Ik zeg gewoon de laatste die weggaan hier. Oké, wij zijn nu thuis aan het chillen. After party. Hé, Nessie. Woehoe! Dat is onze after party. We zijn gewoon echt oud, man. Ja, ik denk het ook, man. Mensen gaan helemaal naar club. Het is zaterdag, hè? Mensen kunnen niet eens zaterdag. Ik ben moe, man. Ik ben echt moe. Normale mensen van ons liggen zitten nu ergens in de club. Of gaan nu ergens heen? Maar ik vraag me af, hè. Zeg maar, hij is best wel skinny toch? Maar hij ziet er heel gespierd uit of zo. Ja, dat is niet. Ja, ik weet niet, maar het is wel een goede foto. Gee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 
Ja. Heb je nog wel Oh, gaat er nog iemand scoren? George, je gaat nu zeggen dat je gaat winnen nu. Stil. Maar bel Jantje dan. Ben je serieus? Waar is Jantje? Waar film die goal? Geef die camera. Film die goal dan. Film deze goal. Bro, kak! Dat kan niet zo zijn. Ah. Tuurlijk.
3-0 man bro, Jantje man bro. Sorry voor de belichting, maar we hebben net Esmee en Joshua weggebracht. En wij gaan nu slapen. Ik ben super moe en het is nu 4:30 in de nacht. Dus ik ga naar bed. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vinden. En ik zie jullie de volgende keer. Doeg!